Goedemiddag allemaal. Ja, nog altijd goedemiddag, ondanks de file, of dankzij de file. Psalm in de Joodse traditie. Zo is genoemd het verhaal dat ik aan u mag vertellen. Ik moet erbij zeggen dat ik het een groot voorrecht vind om voor u te mogen spreken, Israël, Christenen voor Israël. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Ik lees regelmatig wat toegestuurd wordt en een prachtige artikelen daarin. Ik wil even wat dat betreft een link leggen met aanstaande zondag: is dit het Purimfeest, het Lotumfeest? U kent de geschiedenis natuurlijk. En als op een gegeven ogenblik Mordecai gehoord heeft wat de plannen zijn van Haman, dan gaat hij, zoekt hij contact met, met Esther. Dat zij naar de koning zal gaan om de koning met de koning te spreken... Hè, en te zorgen dat dat vreselijke plan niet in uitvoer gebracht zal worden. Esther zegt, nou, ja, maar dat kan niet. Ik ben al een, een maand lang niet bij de koning geroepen. En dan doe je dat wel en dan loop je de kans dat je te, 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 gedood wordt. Dus ik durf dat probleem, ik durf dat gewoon niet aan. En dan antwoordt Mordegai... Eh, God zal wel zorgen, nou het staat niet God, maar er zal wel hulp komen van elders. En jij en het huis van je vader zal ten onder gaan. Rabbi Shmuel, dat was de vierde gebad, lubawesh hebben, en die zei, je kan deze zin ook als volgt begrijpen. Er zal zeker hulp komen van elders, maar het voorrecht. Dat jij hebt is zo goed. De verdiensten die jij kan hebben, dat via jou die hulp komt, dat gaat verloren. We zeggen de verdiensten te hebben om te helpen. En als ik dan hier mag staan en zo'n groot gezelschap mag toespreken, en we zijn allemaal bezig om te helpen, en we onttrekken ons niet aan die taak, hoe moeilijk dat vaak ook is. Ik hoorde dat gisteravond in de Rode Hoed een bijeenkomst was... in verband met de verkiezingen. En daar waren er partijen bij en die zou anti-Israël spreken. Dat is vreselijk. En soms denk je van, wat moeten we nog? Heeft het er eigenlijk zin? En dan zegt u, ja, het heeft zin. Wij doen het al jaren en we blijven het jaren mee doorgaan. En dat is voor mij dus heel, heel bijzonder prettig... om u te mogen toespreken... En dat we dan met z'n allen dus inderdaad, het voorrecht zullen hebben om ervoor te zorgen dat Israël in veiligheid kan leven. En uiteraard, als het in Israël helemaal een veiligheid zou zijn, dan straalt dat, straalt dat ook uit over de hele wereld. En er is er nog een punt. Iedereen heeft zo'n beetje zijn eigen hobby, maar ik wil het geen hobby noemen. Maar ik hou nog wel eens een lezing, en die heb ik genoemd. Gassidische en biologische godswonderen. Vanuit de gassidische geschiedenis gebeurtenissen vertel ik dan dingen, daarvan ik gelezen heb of misschien zelf wat meegemaakt. Die zijn van zo wonderlijk en dat noem ik dus een godswonder. Maar ik spreek, ik spreek ook graag over biologische godswonderen, want in de biologie, als je gewoon een beetje diep erin kijkt. Dan zie je dat er zo veel dingen eigenlijk helemaal niet kunnen. Kan gewoon niet. Ik heb onlangs een um, kraambezoek gebracht aan een vrouw die net bevallen was. En ik zei, Mazeltof, van harte gefeliciteerd. En mogen de, jong, de jongeling goed opgroeien. En, maar ik had geen uh, passende babykleertjes meegebracht. Maar dat vond ze niet zo erg. En ze vertelde, het was niet haar eerste bevalling, maar het was al de zevende bevalling. Toen zei ik, nou, u ziet er nog, nog jong uit. Ja, zegt ze, maar ik heb al vier jongens en twee meisjes ter wereld gebracht en dit is dus nummer zeven. En zo ging dat gesprek even verder. En toen vertelde ze, ja, zegt ze, ik doe het helemaal alleen. Ik wil niet dat andere mensen bij zijn. En... De baby liep na drie kwartier al op eigen poten rond. Ik denk, hè? Ja. Dat vond ik dan wel heel opmerkelijk. Ja, en de baby heeft ook al gedronken. Dat vond ik ook heel opmerkelijk. Hoe weet zo'n baby überhaupt waar je moet drinken? Maar ik moet er even bij zeggen, want dat had ik u vergeten te vertellen. Wat was er dan gebo geboren? Een neushoorn in Blijdorp. Dus je dus begrijpt dat ik de passende babykleertjes niet had meegebracht. Ik vraag aan haar, hoe, maar hoe is het allemaal, hoe is het allemaal geweest? Uh, is er wel een keertje een, een mannetjesneushoorn binnen geweest? Dus, ja, er was er pas eentje die stootte een paar keer tegen me aan, maar verder weet ik het niet. Maar ik hoorde wel de oppassers daarna spreken over een, over een bevruchte eicel. Maar wat dat is, dat weet ik helemaal niet, zei zij. Ik zeg, weet u dat niet? Maar hoe wonderlijk is dat, ja? In een bevruchte eicel zit alles wat uiteindelijk tot die neushoorn brengt. Ja? Niemand die weet hoe dat kan. Ja, we hebben de genetica... Maar om te zeggen, nou weten we het. Dan kunnen we misschien zeggen dat het zo werkt. Maar hoe dat tot stand gekomen is. Nee. Dus dat noem ik een godswonder. Maar dat is vrij recent. Ik moet erbij zeggen: die neus is net als ik een Rotterdammer. <laughs> nou, dat neemt u niet van mij af. Maar als ik dan spreek tot de zaal. en die zijn zo heel ge geïnteresseerd om een godswonder te zien. en dan zeg ik. Kijkt u maar naar mij. Maar u kunt ook straks in de spiegel kijken thuis. We hebben twee oren, twee ogen, een neus en een mond. En in elk van die organen zit vloeistof, oorsmeer, neusvocht, speeksel, traanvocht. Duizenden kliertjes die dat maken van dezelfde grondstof. Stel God waar dat zou zijn dat een baby in ogenblik -zo, zo geboren wordt. dat oorsmeer uit zijn mond komt en het, pleeksel, het speeksel in zijn oren. Nee. Het is zo wonderlijk. Ja. En dat zit allemaal dus in die ene eicel. -e Daar zit het allemaal al in. Eén godswonder naar het andere godswonder. En u doet hetzelfde. U brengt ook het godsgeloof steeds naar buiten. En dat is, het, het is over wat ik net al zei, daarom voor mij groot voorrecht om voor u te mogen spreken. Maar nu het onderwerp van vanmiddag: de Belgische psalmen in de Joodse traditie. Maar ik wil eerst even vertellen over wat zijn de psalmen De psalmen in het algemeen in de Joodse traditie. Nou, in de Joodse traditie worden iedere dag psalmen gezegd. Dat kan zijn vrijwillig. Je pakt het boekje van de psalmen, het in het Hebreeuws. Maar iemand die het Hebreeuws niet kan lezen, mag wat in een andere taal doen. En heel privé gaat hij psalmen uitspreken. Psalmen als dank voor iets waar je voelt, daar heb ik, wil ik God voor danken. Maar er zijn ook situaties in het leven dat we Gods hulp zo nodig hebben. En dan kan je met de woorden van de psalmen uiting geven aan je gevoelens, aan je smekingen tot God. Alsjeblieft wil je zorgen dat. En daar heb ik net even mee te maken in, in mijn gemeente. Een jonge vrouw die buitengewoon ernstig ziek is. Ja, en dan vraag je dus een psalmen. En als je het boekje die bij je hebt, of in de auto kan je moeilijk zitten lezen. Maar ik ken er een aantal uit mijn hoofd. Dan zeg ik dus psalmen speciaal voor dat meisje. Je hebt ook vaak in Schulz, een in synagogus, dat voor de eigenlijke dienst begint, dat mensen bij elkaar komen om dan psalmen te zeggen. Dat is dus iedere dag. In het, de dagelijkse gebeden, vooral in de ochtendgebeden, komen een aantal psalmen voor. En een aantal psalmen toegevoegd in de gebeden van de Shabbat en de Joodse feestdagen. De Hebreeuwse uitgave van de psalmen is verdeeld in vijf boeken, overeenkomstig de vijf boeken van de Torah. Maar hij is ook ingedeeld naar de dagen van de week. Dus in zeven, part. En er zijn dus mensen die iedere dag dat deel van de dag zeggen. Dus vandaag dinsdag zeggen ze dus de psalmen die behoren tot dinsdag. En morgen de psalmen van donderdag. En zo zeg je dus één keer per week alle psalmen rond. Er is ook een verdeling om de die naar datum gaat. Dus vandaag is het negen Adar. En dus ik heb vandaag gezegd: de psalmen die horen bij de dag 9. En morgen de dag 10. En zo zeg je dat het hele, de hele maand rond. Aangezien de Joodse maand soms 29 en soms 30 dagen heeft. Zeg je dus uiteraard dan op de 29e dag ook de portie van de 30e dag. En zo zeg je dus één keer per maand de psalmen rond. En zo zijn er nog andere, andere gewoonten om psalmen dagelijks. Wekelijks, maandelijks te zeggen. Dat zijn dus de psalmen in zijn algemeenheid. Dan krijgen we de pelgrimspsalmen, waar we vandaag dus over gaan spreken. Die worden bij stukjes, zal ik maar zeggen. Dan is deze psalm. Dan is deze psalm, bijvoorbeeld psalm 126, wordt heel vaak gezegd op Shabbat en feestdagen voordat het dankgebed na de broodmaaltijd wordt uitgesproken. Maar ook in de gebeden zijn er psalmen, dan, dan is hier en dan is daar. De gewoonte is om na Shabbat Bereshit, dat is de eerste Shabbat na Simchat Torah, als we de Torah hebben uitgelezen, om dan op Shabbatmiddag alle pelgrims psalmen uit te spreken. En dat wordt voorafgegaan door Psalm 104. En dat kunnen we noemen de, de, de Psalm van. de Scheppingspsalm. Want die kent u uiteraard. Dat is wat betreft dus de, het zeggen van die Psalmen. Maar nu de naam. waarom heet, heten deze Psalmen de Pelgrimspsalmen? Nou, dat is uiteraard een vertaling van het Ivriet, van het Hebraeus. Shir Hama'alot. Wat het betekent het woord Maalot? Het woordje Al in het, het Hebreeuws betekent op. Dus Ole, we zeggen opgaan, naar boven gaan. Aliyah is dus het zelfstandig naamwoord daarvan. En de Toraal zegt dat drie keer per jaar moslims gaan. Naar het heiligdom. En dat wordt genoemd Alia. Je het woord Alia uiteraard. Alia la regel. Dus het opgaan. Voor de voetfeesten. naar de Tempel. Dat is het woord Shir Dat is het woord pelgrim. Pelgrims die dus optrokken naar Jeruzalem. naar de Tempel. en uiteraard onderweg. gewijde psalmen uitspraken. Maar Shirim maalot wordt ook anders vertaald, wordt ook vertaald als het lied de, de liederen der trappen, want maalot al, Ma kan ook trappen of treden betekenen. En op welke treden hebben we dat dan? Als men de tempel binnenkwam, dat je eerst een grote buitenruimte zullen we zeggen. Dan waren er twaalf treden en dan kwam men op een hoger gedeelte. En de levieten stonden op die twaalf treden en spraken de psalmen uit. Dus Shir HaMalot, lied van de treden. Dat is weer een verklaring waarom deze psalmen zo heten. Daarbij als die treden bestegen waren... En niet dat wij daar zomaar naar binnen mochten, dat is wat anders... maar de kohanim, de priesters, mochten dus verder gaan. En uiteindelijk gingen ze dan vanuit die buitenruimte... het heilige binnen. En de hoge priester mocht op Yom Kippur... zelfs het allerheilige binnen. En dat is ook dus Shiramaalot een lied van opstijgen... Niet alleen maar letterlijk, maar ook spiritueel gesproken. Ja, we staan op een bepaald niveau. Maar het is niet de bedoeling dat we tot de 120 jaar, zoals we dat elkaar toewensen, op dat niveau blijven staan. Het is de bedoeling om steeds hoger te komen. En dat zag je dus eigenlijk, en soms zeggen, als je een doorsnede maakt, een lengte doorsnede van, van het tempelgebouw, dan zag je ook daar dat het steeds weer omhoog ging. Tot je kwam in het Allerheilige. Ja, tot je kwam, dat mag dus niet, maar op een bepaalde manier wel. En we hebben juist afgelopen Shabbat in de Torah gelezen het voorschrift om een heiligdom te bouwen. En God zegt, wa sulim ik das, maak ze zullen voor mij maken een heiligdom, vishaganti betogam. Vishaganti betekent dat ik zal wonen. Dus God verklaart, ik zal wonen. En dan betogam. En dat is eigenlijk een vreemd woord hier. Betogam, betoch betekent in, te midden van. En God belooft: "Ik zal dan in dat heiligdom wonen." Maar dat staat er niet. Er staat niet betocho, dat is dan eigenlijk daarin. Maar er staat betogam in hen, meervoud. En de opdracht is dan eigenlijk dat iedereen in zichzelf of van zichzelf een heiligdom maakt. En God belooft, als je dat doet, dan zorg ik ervoor dat ik in jou zal uitschijnen. Dus dat is de gedachte van, van een tempel bouwen. En ben je op een bepaald niveau gekomen, niet zeggen, nou, nou ben ik er. Nee, altijd verder, altijd verder. Tot je, dan geestelijk gesproken, in het Allerheilige komt. En wat zie je dan? dan zie je daar die heilige ark staan. En in die, al, in die heilige ark... daar lagen de stenen tafelen. En er was of in of voor... dat weten we niet zeker... een toeraro die Mozes... op de laatste dag van zijn leven had geschreven. Die ark... die moest... in het midden staan. Maar van die draagstangen... Die nam eigenlijk in van de ene kant naar de andere kant. Maar hij moest wel in het midden van het vertrek staan. Oh, de, hoe zorg je dat dat gebeurt? Nou, dat moest dan even opgemeten worden. Was de, de afstand van de ene wand naar de andere wand was 20 L. En de stond in zijn lengte, hij stond niet... Hij stond niet zo, maar hij stond zo. En dit is 2,5 L. Nou, ik neem dus eventjes mijn maatlint mee. Dus het is 20 L, 2,5 L. Dat wil zeggen de twee ruimten daarnaast bij elkaar 17,5. Dat wil zeggen elke ruimte is 8 en 3 kwart L. Ik ga even meten. En ik meet 10 L. Dat kan natuurlijk Dan zat dit dus niet goed. Dus we schuiven hem op. Ja. Maar als ik dat even nog niet gedaan heb... toch voor alle zekerheid even van de andere kant ook meten... en dan blijkt dat ook 10 L te zijn. En dit is 2,5 L. Dat kan toch niet? Zegt de Talmud. Dit kan eigenlijk niet, maar het was toch zo. Me kom ha'aron eno min de De plaats van de ark had geen maat. Ik kon hem dus op zich wel meten, 2,5, maar in het geheel had hij geen maat. Dat was een openbaring van Gods almacht. Oneindig en eindig tegelijkertijd. Dat is de meest heilige plek die daar in de tempel was. En als het ware moeten wij proberen om te streven in onszelf zo'n heiligdom te bouwen. En in ieder geval tot die erkenning te komen: van ja, God is oneindig en tegelijkertijd eindig. Want als hij alleen maar oneindig zou zijn, dan is de vraag of wij als eindige mensen daar contact mee kunnen hebben. En dat zie je nog wel eens in zijn filosofie: die zegt, God is zo verheven. Dat kan niet bijkomen. Hieruit leren we, ondanks, dus aanhalingstekens, zijn verhevenheid, kunnen we wel bij God komen. En dat is Shir Hama'alot. Het lied der trappen. Steeds hoger te komen. De eerste psalm van deze serie... heet Shir Hama'alot. En een van de geleerden zegt... daar vind je nog een gedachte. Hama'alot. U weet allemaal wat een hij tegenwoordig niet meer, maar een heitje voor een karweitje. De letter he is de vijfde letter van het alfabet. He ma'alot. Vijf trappen. En hij zegt dat heeft te maken met de vijf niveaus van de ziel. Er wordt gesproken over een nefesh, ruach, nishama, chaya en yigida. Dat zijn als het ware vijf... Manifest, manifestische niveaus... zoals de ziel zich kan manifesteren. En ook daarin vinden we weer... dat begrip van maalot... om steeds hoger te komen... en niet op het niveau te blijven... waar je was gekomen. Nou is het opmerkelijk... van die 15 psalmen... beginnen dus 14 met, de, met shir ha-maalot. Alleen de, nummer, de tweede... Daar staat shir-la-ma'alot. En waarom is, dat, waarom is dat woordje daar even anders? Om onder andere zo wordt uitgelegd te leren. Als je eenmaal shir hamaalot, die eerste treden hebt beklommen. En dan denk je, nou, dat heb ik even mooi gedaan. Dan wordt er gezegd, la-ma'alot. Well, la betekent verder gaan. En als die les eenmaal geleven, ge, ge, geleerd is, dan kan er voor de, bij de andere op een gewoon weer shir hamalaat staan, want we zijn al in die richting. We zijn er bij elkaar vijftien. Ik heb net gezegd, de letter he is vijf, een heitje voor een karweitje. Maar vroeger spraken we ook vaak over een joetje. Want een joet, dat is de tiende letter. En dus als je dit Hebreeuws met letters zou willen schrijven, 15, dan neem je de letter Jud en dan neem je de letter he. Nou bedoel ik even Hollands, hè? een he op zijn Hollandse. Een jut en een he. Halleluja. Ja. Dat zijn die twee letters die Gods naam aanduiden. Soms met de andere letters erbij, maar is ook vaak apart. En zo wordt gezegd: God heeft de wereld geschapen. De toekomstige wereld heeft hij geschapen met de letter Joed. En deze wereld heeft hij geschapen met de letter He. Maar bij elkaar is het dus de Joed en de He. En het getal 15 is dus in het Jodendom een heel belangrijk getal. Ik kan er een aantal voorbeelden van geven. Joodse, wat zei de 15e. Dus Joet en dan bij elkaar 15. Pesach, Joodse paasfeest begint op de 15e van de maand Nisan. Het loofhut, de Feest Sukkot, begint op de 15e dag van de maand Tishri. Het zogenaamde Rosh Hashanah La Ilanot, het nieuwjaarsfeest van de bomen, is op de 15e. Van de maand Shovat. Purim, aanstaande zondag. Nee, niet 15, is 14. Maar in Jeruzalem, de hoofdstad van de wereld. daar wordt het gevierd op de 15e. Dus dat getal 15. dat vinden we op heel veel plaatsen. 15 is 2 maal 7. Maar 7, eigenlijk 15 is 2 maal 2 plus 1. 7 plus 1 is 8. 8 is ook een bijzonder getal. Bijvoorbeeld 8 is de dag van de Brit milaan van de besnijdenis. Op zich mag op shabbat geen, geen bloed tevoorschijn worden gebracht. Een operatie, als het nodig is, moet het gewoon, maar in, dat stellen we liever uit. Maar als een jongetje op de achtste dag op een, de, op een shabbat geboren is, is de week later, op de achtste dag, de brit mila. Zeven plus één. Aanstaande Shabbat lezen we in de Torah de priesterkleding. Alle Kohanim-priester hadden vier kledingstukken. De hoge priester, die droeg, dat kunt u nu al raden... acht kledingstukken. Shavuot, het wekenfeest... in het Nederlandse woord pinksteren vind je dat niet terug, maar een pentakost wel... Na zeven weken, zeven maal zeven dagen, komt het wekenfeest. De vijftigste dag. Na een periode van Shemitah, over de landbouwwetten in, in Israël. Na zeven maal zeven jaar, kwam het joveeljaar. Het jubeljaar. Dat is weer zeven maal zeven... Plus één. Dus we zien dat getal vijftien een heel bijzonder getal is. En nu gaan we even terug weer naar de tempel. Door wie is die tempel gebouwd? Niet door koning David, maar door zijn zoon Shlomo. David in het Hebreeuws schrijf je een Dalet, een Waaf en een Dalet. Vier plus zes plus vier is veertien. Shlomo, Salomo, was de vijftiende generatie... Vanaf Abraham gerekend. Hij mocht de tempel bouwen, want de tempel is één meer dan het getal zeven of de veelvoud van zeven. We hadden het over de letter Jud en over de letter He. In het Hebreeuws. Dat heeft namelijk nou ook te maken met die tempelruimte. De eerste, ik hoop dat de dames het niet erg vinden dat ik dat vertel. Maar in de eerste ruimte mochten de dames wel komen. Maar in de tweede ruimte kwamen alleen de Kohanim. En dat waren allemaal mannen. Maar een van de verklaarders zegt dus heel opmerkelijk: ja? We hebben het toch over die letter Jut en die letter He. Hoe schrijf je in het Hebreeuws het woord man? Ish, Alf, Jut, Shin. Hoe schrijf je vrouw? Shin. Alf. Shin. He. Ze hebben allebei dezelfde twee letters gemeen. Allebei een alf en een shin. Bij de man hebben we een jut. En bij de vrouw hebben we de letter he. Als het huwelijk gesloten wordt... dan komt de ish en de isha bij elkaar... En dat is niet alleen maar tweemaal ees, tweemaal vuur, maar het is met de letter jut en de letter he, een God die daarbij is. En zo zag je dat ook in de tempel. Dit was de vrouwenafdeling of zo mogen we noemen. En daar was de mannenafdeling, maar het was weer een jut en een he, ook om daar de aanwezigheid van God te benadrukken. Dat is in eigenlijk allemaal nu een, een inleiding geweest op die verschillende psalmen. Maar het is ook natuurlijk de moeite waard om wat te gaan bekijken wat, wat er allemaal in die psalmen staat. Ik heb hier een boek meegenomen. Dat gaat over uitleg over de psalmen. Het is, ik heb deel 2 meegenomen. Dus deel 1, laten we begrijpen dat er heel veel in staat. En ik heb dus even met paperclips er even aan. Even aangemerkt van waarvan ik denk dat dat helemaal de moeite waard is om dat hier te bespreken. En ik wil beginnen even, want het niet de eerste is die in het rijtje staat, maar de persoon die u daar straks mee begon. Samachti beomrimli, beta Ik was blij als men tegen mij zei: laten we gaan naar het huis van God. Wie zegt dat? Dat zegt koning David. Koning David zegt: Ik ben blij als ze tegen mij zeggen, laten we naar het huis van God gaan. Hij werd helemaal niet boos. Op. Hij had van God te horen gekregen: Niet jij bouwt de tempel, maar je zoon. Dan komen ze naar hem toe en zeggen: Nou, we zouden lang, langzamerhand gaan in die tempel willen lopen. betekent van: dan leef jij niet meer. Zegt koning David, Samachti. Ik ben daar blij mee. Ja, oké, okay, ik zal het niet meemaken. Het betekent dat ik dan niet meer zal leven, zegt de koning David. Maar Samachthi, ik ben blij, want uiteindelijk wordt dan die tempel gebouwd. Dus dat is het, eh, de opmerking die hier gemaakt wordt bij die Psalm 122. Maar ik sla even terug naar Psalm 121, el Hearim. Ik hef mijn ogen op naar boven. Mij Aijin Javo en van waar zal mijn hulp komen? Het antwoord is: Mashem. Mijn hulp komt van God, want uiteindelijk is Hij Osse Shamayin degene die de die hemel en aarde heeft gemaakt. Over welke bergen spreekt koning David hier? En hier wordt een verklaring gebracht en die zegt. Dat slaat op twee bergen. Ja, die eigenlijk een hele belangrijke functie hebben, hebben gehad. of nog altijd hebben: de berg Sinai en de berg Moria, de Tempelberg. En wat zegt de psalmist? Ik richt mijn ogen op God. en ik denk aan die twee bergen. die zo centraal staan in onze godsdienstbeleving. daar waar God zich heeft geopenbaard. Op de berg Sinai. En daar waar God zich heeft geopenbaard en weer zal openbaren, op de Tempelberg. Daar richt ik mijn ogen naartoe. Het woordje me'ayin... waar vandaan, kan ook anders begrepen worden. En in het gebrek is dat heel vaak, dat een, bepaalde, dat een woord veel meer dan één gedachte kan hebben. Dus het, het sluit niet uit dat de, de gewone vertaling van waar vandaan, maar Ajin betekent niets. Niets. En wat zegt de persoon dan? Mijn Ajin. Als ik mij voel als niets, ja, wat ben ik alles bij elkaar? Ten opzichte van de oneindigheid van God. En ook misschien ten opzichte van wat ik eigenlijk zou moeten zijn. En je voelt zelf je eigen nietigheid, dan open je. Mee vanuit dat gevoel, Javoh Isri zal de hulp komen. En dan gaat hij persoonlijk verder met, met prachtige woorden. Maar esri mee Im Hashem Osse shamayim dat die hulp die komt mee Im Hashem. Im Hashem betekent met God. Mee Im Hashem. Betekent dan als ik met God ben, door me met God te verbinden, dan voel ik dat de hulp komt. Ik wil er wel even bij zeggen: die hulp is niet altijd dat wat wij hopen. Ja, er zijn dingen die we graag willen en we richten ons tot God. En het, het loopt toch allemaal anders af. Ja. Maar dat zegt die psalm ook. Ja? Ik, ik, ik besef. Ik besef dat dat wat er ook gebeurt, dat dat van God komt. En waarom? Dat ontgaat ons meestal. Misschien moet je zeggen, eigenlijk altijd. Maar soms zeggen we, denken dat we het wel begrijpen. Maar soms begrijpen we het helemaal niet. Toevallig had vanmorgen een shiur, een, een cursus aan een aantal heren. 50-plus club, maar er zijn op het ogenblik ook allemaal 70-plus... En toen kwamen we hier over te, over te spreken. Over te spreken. En een van de aanwezigen die, die vroeg... ja, maar hoe is het eigenlijk mogelijk geweest... dat mensen in, vre, in die vreselijke omstandigheden... dan hebben we het dan over de holocaust... Ja, dat ze het, het geloof in God niet hebben verloren. En toen heb ik, heb ik geantwoord vanmorgen. Ik zeg, het boek Deuteronomium bestaat uit tien delen, sidrot, dus tien wekelijkse afdelingen. En de beroemde Gaon van Wilna, dat is een heel groot geleerde... die merkt op en zegt dat die tien afdelingen... van het vijfde boek van de Torah... staan voor tien eeuwen van het jaar 5000 in de Joodse jaartelling... Tot het jaar 6000. Waar hij dat vandaan heeft, dat weet ik niet. Maar als hij dat zegt, heeft gezegd, dan weet ik zeker dat dat goed zit. Nou ben ik een beetje nieuwsgierig. En toen ik dat las, dacht ik, nee, wil ik wel eens even weten: in welke eeuw zijn wij dan nu? Nou, 5770. 77, ja. Dat betekent dat wij in de achtste afdeling zijn. En toen ging ik even je stellen. En toen werd ik helemaal koud. Toen werd ik helemaal koud. Dat is daar waar Mozes zegt tegen het volk. Er zal een tijd komen. Zo erg. Dat het volk getroffen zal worden. Zo erg. Dat zelfs de hele wereldbevolking zich al af zal vragen. Wat is hier gebeurd? Maar daarna. Zou het Joodse volk terugkeren? En naar het Jodendom, zover ze daarvan afgetwaald waren. En terugkeren naar het Joodse land. Het is onze tijd. Dat heeft Mozes toen opgeschreven. Ja? En de Wilde Gaon, 250, 300 jaar geleden, heeft dat opgemerkt. Want ja. toen was er nog toekomst. En nu is het de werkelijkheid. Wij maken dat nu mee. Dat die voorzegging, die voorspelling waar is geworden. En ik weet, toen mijn vader in Bergen-Belsen... Ik ben er ook geweest, maar als ik een jongetje... Maar mijn vader in Bergen-Belsen was... Ja, en wat, wat, wat daar allemaal gebeurde. En dan vragen sommige mensen, hoe is het dan mogelijk... Hoe is het dan mogelijk dat je vader die zijn godsgeloof niet heeft verloren? Ja? Maar ik, mensen hebben mij verteld, uw vader heeft mij in de oorlog erdoorheen gesleept. Of een keer of was er op Westerbork, komt er een dame naar me toe, die ik helemaal niet kende. Maar die zei, ik heb uw moeder gekend. Ik heb zulke bijzondere gesprekken gehad met uw moeder, om vast te houden, ondanks dat alles. Als je dat dus leest in het Deuteronomium, en ook in andere, bo andere boeken in de Bijbel, ja, dan kunnen we daar dus... Daarvan uitnemen wat we net even met deze woorden zeggen, Ezri, mijn hulp komt, ben im Hashem, als ik bij God ben. Dat allemaal even naar aanleiding van Psalm 121 en 122. Als we het hebben over de Tempelberg in Jeruzalem. Waar komt die naam Jeruzalem eigenlijk vandaan? Ja, je zou zeggen dat staat in de Bijbel. Zo. Ja. Maar Malki Tzedek Melech Shalem. Koning van Shalem, dat was die plek. Als Abraham en Yitzchak, Isaac daar zijn geweest met de dan zegt, dan staat er, en toen noemde Abraham die plek Hashem, Jere, dat is een zowel het woord Jere als Yerae van zien en gezien worden. Jeru Shalem. De combinatie van die twee namen heeft geleid tot de naam Jeruzalem. En dat is eigenlijk ook de waarschijnlijke verklaring dat als je Jerusalem schrijft in de nacht, staat die Jute niet in. Shalem staat er, niet Shalajim. We zeggen Jerusalem. Maar goed, in het Nederlands zeggen we Jeruzalem, dan vind je dat eigenlijk sterker terug. Maar dat wordt ook naar de aanleiding dus van deze Psalm. Eh, of de volgende. Ja, Jerusalem Abne, deze stad, kier zich die stad die verbonden is. En die verbondenheid wordt ook uitgelegd als het Jeruzalem van op de aarde en Jeruzalem van boven, Hemels Jeruzalem. En de link die ligt tussen deze beide als het ware steden. Daar wil ik eigenlijk ook het volgende bij opmerken, in dat wel niet van de psalm, Maar als we het daarover hebben. Er is een. Als er een sterfgeval zich voordoet. en de familie zit, wat we noemen. zit Shivu, de, 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 de rouwweek. Het woord Shivu überhaupt komt van Shiva. Dat betekent zeven, omdat er zeven dagen zijn. Maar we, dus de mensen zitten Shivu. En dan is het dus de gewoonte om die mensen. met een vaste, vaste tekst troost toe te spreken. Hashem jenachem etchem Sion Jerusalem. God mogen jou of jullie troosten, zeg je dan, te midden van hen die treuren om Sion en Jeruzalem. Ik weet dat de rebbe dat heeft, gegeven een brief, heeft geschreven aan iemand die een, 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 een naast familielid had verloren. En de rebbe, de Rebbe, rabbi, dus rabbi Schneerson, die, die vroeg. Wat heeft dat ene met het andere te maken? Je troost deze mensen te midden van hen die treuren om Zion en Jeruzalem. Dat zijn toch twee heel verschillende dingen. Waarom breng je dat bij elkaar? En hij antwoordt, wie wordt het meest getroffen door de verwoesting van de tempel? Dat is degene die daar staat. Als je daar bij de kotel komt ja, en je weet dat het restant van wat de, de tempel eens geweest is. Maar niet alleen degenen die daar zijn voelen die verwoesting. Iedereen voelt die verwoesting. Ook, ook in Nederland voel je toch die verwoesting. Zo zegt de hebben als iemand overleden is, wie voelt dat? Ja, de familie natuurlijk, die voelen het. Maar eigenlijk is het een verlies voor ons allemaal. Dus er is een overeenkomst tussen die twee vormen van verdriet. Maar, waar hebben de Babyloniërs vat op gehad? Waar hebben de Romeinen vat op gehad toen ze de eerste en de tweede tempel hebben verwoest? Op het aardse gebouw. Maar Jehovah Shalom, het hogere Jeruzalem en het, de hogere tempel, dat konden zij niet vernietigen. Dat is blijven bestaan. En zo is er iemand overlijdt. Wat overlijdt? zijn lichaam overlijdt, dat functioneert niet meer. Maar het spirituele, die ziel, blijft voortbestaan. Daar heb je dus een tweede overeenkomst. En dan zegt de Rebbe, maar uiteindelijk heeft God beloofd... er zal weer eens een tempel komen. Een aardsgebouw waarin het hemelse gebouw zal afdalen. En zo zal er eens een herleving der doden zijn... dat die ziel die voortbestaat weer plaats zal nemen in een aardse gebouw. Dus dat is die gedachte van hemelse Jeruzalem, aardse Jeruzalem, hoe, hoe we dat als ware, nou, we zeggen de dagelijkse praktijk, maar toch uh, keer op keer helaas dan, want in elk sterfgeval, hoe begrijpelijk en of, ja, hoe natuurlijk dan ook, doet toch elke keer weer pijn. We gaan naar Psalm 127. Als uiteindelijk de gevangenen van Sion terugkeren We waren als dromenden. Wat, 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 wat is die droom hier? Welke, welke droom hebben we het? Dat we als dromenden waren. Het kan twee kanten op uit, wordt het twee kanten uitgelegd. Dat wat de profeten hebben voorspeld, wat er zal zijn als eenmaal de Messias is gekomen, de verlosser en dan het nieuwe tijdperk in de wereld. Er zijn teksten die daarop duiden. Ja, de Bijbel staat zo vol beschrijvingen van hoe, hoe het dan zal zijn. Als het eenmaal zover is, dan zeggen we ja, dat waren dromen. We hebben ons niet kunnen voorstellen dat dit zo mooi is zoals het eens zal zijn. Dat is één. Maar ook omgekeerd, als eenmaal die tijd is gekomen en we kijken terug, we kijken terug en dan zeggen, ach, Ja, eigenlijk was het allemaal een droom. Ik heb een keer de vergelijking gehoord van iemand en die... Loopt van een stad naar een andere stad. En het is gloeiend heet. En hij loopt en hij verzucht. Wanneer komt hij eindelijk daar aan? Ja. Dat is een tocht. En dan wordt hij wakker. Het was een droom. En dat wat je in je droom dan meemaakt van, oh, het is uitzichtloos. En je hebt dorst. En wanneer zal het bereiken? Uiteindelijk was het allemaal, was maar een droom. Je ja. zou in dit geval even Einstein erbij kunnen halen. Het relatieve begrip van tijd. Ja. De tijd, ja, wat is tijd? Hoe, wij, hoe ervaren wij tijd? Maar hoe zou je tijd misschien kunnen ervaren op een ander niveau? Als je weet dat het anders gaat zijn, dan kijk je er toch weer anders tegenaan. Dat is onder andere wat in deze psalm met de Golamim als dromenden wordt gezegd. Verderop in de psalm staat, zij die zadin, met tranen zullen in gejuich oogsten. Hij loopt en hij huilt. Hij draagt de zak met het zaad, maar hij komt in gejuich. En draagt de korenhalmen. Hoe, hoe moet dat begrepen worden? Nou, ik zou zeggen dat is, dat is volkomen duidelijk. Ja. Maar er was een beroemde geleerde, die heette Repsusje van Anipoli. Daar kom ik direct even op terug. Repsusje van Anipoli. En die zegt, nee, je kan het ook als het ware splitsen. Je hebt mensen en die lopen altijd te huilen. Ja. En er is reden, reden genoeg om te huilen. Ja. En ze huilen en ze huilen. En wat, waar komen ze eigenlijk mee thuis? Met, met gehuil. Dat is bijna niks. Maar degene die gaat, boja, woverina, ondanks alles gaat hij in gejuich. Die komt met een grote oogst thuis. Dat is een beroemde Tzeddyk geweest, het van Anipoli. De man was straatarm. Hij had heel veel ellende. Komt bij zijn Rebbe, dat was de Maggit van Mesritsch, de opvolger van de Baal Shem Tov. En die, komt dus iemand bij die Magid van Mesrit en vraagt, vraagt Rebbe, legt u mee uit. In de Mishnah, de mondelinge leer, wordt gezegd. zoals je een braga, een dankzegging uitspreekt bij iets goeds. moet je ook een dank. Uitspraak doen bij iets slechts. Vraagt hij aan zijn rebbe, maar hoe is dat mogelijk? Zegt de rebbe, ga jij naar, Z naar Zushi toe? Vraag, stel hem die vraag. Ik zeg dus, Reb Zushi was, had alleen maar ellende. Dus de man gaat naar Reb Zushi toe en zegt, ja, ik, ik zit met dit probleem en kunt u mij hier antwoord op geven? En de rebbe heeft mij naar u toegeschreven, want u kunt het antwoord geven. Zegt Reb Zoesje, dat begrijp ik helemaal niet. Ik heb nog nooit wat naast meegemaakt. Nee, dat was dan het antwoord. Reb moet even bijzeggen, is in de tijd door koningin Juliana bij een radiotoespraak geciteerd. Maar dat bracht ze niet dit, maar iets anders. Toen Reb op zijn sterfbed lag, de leerlingen stonden er omheen. En, Roesje, en Reb Zusje huilde. Hij huilde. Rebbe, Rebbe, waarom huil je? Waarom huilt u? U bent zo, zo goed geweest. Zo'n sadik, Zo'n voorbeeldig iemand. U hebt geen reden om te huilen. Ja. Zegt Reb Zusje: Luister. Als ik straks boven kom. En ze vragen aan mij. Sousje. Waarom ben jij niet geweest als aartsvader Abraham? <tus> Dan zal ik zeggen, ik was aartsvader Abraham niet. Als ze mij zullen zeggen, zoesje, waarom was jij niet als Mozes? Dan zal ik zeggen, ja, maar ik was Mozes niet. Maar als ze vragen, zoesje, waarom ben je niet zoesje geweest? Dan moet ik dan antwoorden. Dat betekent, we zijn vaak potentieel tot veel meer in staat. En we moeten ons afvragen: zou ik niet eigenlijk meer kunnen? Ieder op zijn manier, maar soms kunnen we toch eigenlijk nog veel meer dan wat we tot nog toe presteren. En dat was deze Repsushche, ja, met zijn gedachtewereld. En dat wordt dus als het ware gekoppeld. Gebracht aan, de, aan deze psalm van wat Repsusje zei. Repsusje zei dus: niet huilen, maar bon, jawel, bon, Brinna, hij komt in gejuich. Oh, hij kwam in gejuich en we kunnen dus aannemen. Hij voelde dat op aarde al. En zeker in die toekomstige wereld, waar hij naartoe ging, na het overlijden, zal hij zeker dat hebben ontvangen. Ik wil daarop ingaan, maar even buiten de, de, de psalmen zelf in, daaromheen. Maar het is toch wel een bepaalde gedachte die heel toepasselijk is in de tijd van het jaar. Het is vandaag dinsdag, bijna woensdag, daarna wordt het donderdag. En kijkt u in de Luag, in de Joodse kalender, dan zult u zien dat donderdag is een vastendag is. Die begint s morgens vroeg, ik geloof met een minuut voor half zes. Dus als je kwart over vijf opstaat, kan je nogal wat eten. <laughs> en dat duurt tot het nacht is. En dat is iets van kwart over zeven. Dat is dus een, een van de vastendagen. En dan mag je niet eten, je mag niet drinken. Dat is som... Dat is de eh, vastendag niet Esther. De vastendag van Esther. Want u weet, Esther heeft nog even gezegd. drie dagen vasten. En ter herinnering daaraan, onder andere. hebben we de gewoonte. er ook nog andere verklaringen. dat we dus vasten. Maar normaal gesproken is dat op de dag voor Purim. Maar Purim met lotenfeest, valt dit jaar op zondag. Dat zou betekenen dat we op Shabbat moeten gaan vasten. Dat doen we alleen. als Yom Kippur op Shabbat valt. Dan vasten we. Andere vastendagen worden verschoven. Waar naartoe verschoven? is het een vaste dag van 17 Tammuz. Dat was de dag dat de Babyloniërs de, de muren van de stad hadden gebroken. Dat kan op Shabbat vallen. Dan schuiven we de vaste dag naar zondag. Drie weken later is het Tisha B'Av. De dag van de verwoesting van de eerste en van de tweede tempel. Kan ook op Shabbat vallen. Dan wordt het ook naar zondag verschoven. Maar dit keer gaan we het niet naar zondag verschuiven... Met Purim, maar dan is het Purim. Dus de vaste dag wordt vervroegd naar aanstaande donderdag. En dan wordt het de dus uitgaande Shabbat, dan begint Purim. En de hele zondag is het Purim. En in Jeruzalem wordt Purim gevierd een dag later op maandag. En wat doen we op Purim? Onder andere, dat wordt allemaal aangeduid in de hall in de van Esther. Daar. Wordt de rol van Esther gelezen? Op perkament geschreven. En dat wordt gelezen, zou zou kunnen zeggen, voorgedragen, in de synagoge. En iemand die niet naar de synagoge kan komen, dan vraagt. Ik heb bij een, een, een kraamvrouw die nog in het ziekenhuis lag, ben ik geweest. En dat is een oude man, heel interessant. Het is toch Sushan, Susan is de stad waar Purim over gesproken wordt. En hoe het komt, weet ik niet. Maar die man heet Susan. En dan ga ik dus daartoe om voor hem ook even... Hij is een oude man in de negentig. En dan ga ik meestal naar hem toe om voor hem even die, die rol te lezen. We zeggen dan een braga, een zegening. U hebt ons nog voorgeschreven om dit te doen. En dan de tweede braga, de tweede lofzegging. Daar zeggen we... God, we danken u dat u wonderen hebt gedaan in die dagen, in die tijd. Rab Nachman van Bratslav was een hele beroemde Gassidische rebbe. Dat heb ik nu nog steeds in de wereld, maar vooral in, in Israël. De Bratslaver Gassidium. Een hele aparte groep Gassidium. Maar die Rab Nachman was een heel bijzonder iemand. Onder andere een, ik meen een afstammeling van de Baal Shem Tov. Mijn vrouw stond ook van de Baal Shem Tov. Mijn kinderen dus ook en verder. Maar daar gaat het nou even niet om. Uh, ja, ik moet even zeggen, niet dat is de reden dat ik met mijn vrouw ben getrouwd. GELACH. Toen we verloofd waren, toen zegt mijn vrouw. We gaan even bij tante Esther op bezoek. Ik zeg, wat is tante Esther? Ja, tante Esther is een tante van mijn, van mijn moeder. En die stamt van de baal af. Ik zeg, hoe dan? Nou, zo en zo en zo. Ik zeg, ja, maar dan stam jij ook van de baal af? Ze zegt, ja, maar daar spreken we niet over. Dus het is niet dat ik, dat ik dat wist en zei, nou, dat vind ik leuk. Om, nee. Maar zo is, het ge, zo is het geworden. Maar goed, Reb Nachman van Bratslav, die stelt de vraag. Wat zeggen we hier? God die wonderen heeft gedaan. Welke wonderen? Welk wonder komt er in de Megillah, in de rol van Esther Voor? Het is geen enkel wonder. Geen enkel wonder. Wat je in andere boeken van de, van de Bijbel. dan gebeurt er dit, dan gebeurt er dat. dan weet je het allemaal. Ja, wat er allemaal gebeurt. Er is geen enkel wonder. Er is zelfs geen enkele verwijzing naar God. De naam van God komt in de hele Begila niet voor. Hoe kan, je, hoe kan je dan zeggen. God die u hebt wonderen gedaan in die tijd? Die vraag stelt hij. Hij stelt nog een andere vraag. Hij zegt. Poerim. Dat is de naam van het feest. Maar we hebben een andere, andere bijzondere dag. En de naam ervan lijkt daarop. Wij spreken meestal over Yom Kippur. Maar in het gebed noemen we die dag Yom Ha Kippurim. En Kippurim kan je ook lezen als Kipurim, Als Poerim. Met andere woorden, de grote verzoendag. ...die is in een bepaald opzicht te vergelijken met Poerim. Het komt niet zo hoog, maar ermee te, te vergelijken. Nog een hele vreemde uitdrukking. Yom Kippur. Een dag dat we ons onthouden van eten, van drinken, van andere geneugden. Ja, we staan de hele dag in de synagoge. En we bidden en we, we, we doen boete en noem maar op Want het hele programma van die dag is. Je mag ook geen werkzaamheden ver, 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 verrichten enzovoort enzovoort. En Poerim wordt gegeten, er wordt gedronken... We mag alles doen en het is een vrolijke dag. Hoe, hoe, wat, waaruit bestaat dat? Hoe kan je dat begrijpen? Dan komt hij met de vraag die in de Talmoed wordt gesteld. In de Talmoed wordt gevraagd: waar staat Esther in de Torah, in de Pentateuch? Dat kan natuurlijk niet. Want de geschiedenis van Esther is iets van duizend jaar. Nadat de Torah in de woestijn was afgeschreven, dus die kan er nooit in, er nooit in staan. Dat vragen die buitengewoon grote geleerden van de Talmoed. En ze geven antwoord ook. En ze geven antwoord. En ik, ik noem even die woorden. En u hoort dan hoe je daar de naam Esther in terugvindt. We anogie hasteer astier. Wat betekenen die woorden? Dat zegt Mozes, waar we waarschijnlijk over, over spraken uit die Toraaltekst. Mozes zegt uit naam van God. ik God, hastir, hastir et panai, zal mijn aangezicht verbergen. Esther, dat is in de tijd dat God zich als het ware verborgen had. Daar woonden die Joden en ze dachten het heel goed te hebben. Uiteindelijk was toch een van hun meisjes koningin geworden. En had nam een belangrijke plaats in de regering in. Dat was er allemaal heel zeker. En toen kwam die Jamal aan de macht en toen bleek het allemaal niet zo zeker te zijn. En de vraag was, waar is God? Anogie, hasteer, astier. En zegt het nachtman, die zegt, er staat is eigenlijk dubbel. Er staat hasteer, astier. Niet alleen staat er anogie, astier, ik zal maar verbergen. Maar hasteer, astier. Dat wordt mij bedoeld, de, mijn verborgenheid zal verborgen zijn. Als ik weet dat iets verborgen is, dan ga ik zoeken. Maar als die, dat verborgen zijn verborgen is, dan ga ik niet zoeken. Want dan weet ik helemaal niet dat er iets verborgen is. Dat zegt het nachtman. Dat zei hij iets van 200 jaar geleden. Er komt een tijd in de wereld dat men van God niet meer weet... Dat men zegt: alles is toeval. Het leven heeft geen zin. Hoe staat dat ook weer? Uh, uh, wij zijn ons brein en that's al. Die tijd, zegt Reb Nachtman, die komt. En jullie moeten het opschrijven en doorgeven. Want dan, als het eenmaal zover is, dan zal je begrijpen dat ik dat heb gezegd en niet voor niks heb gezegd. En dat ik dat hierop baseer. En dan legt hij verder uit. Die gedachte dat we toch moeten proberen die verborgenheid open te brengen. En daar die diepere verborgenheid ook in te vinden. En we hadden straks al over sprake over die godswonderen. Toch terug te vinden dat er wel een God is. En dat die God zich met deze wereld bemoeit. En dat is niet één dag per jaar. Dat is iedere dag. En zo legt hij uit... Dat is Purim, dat Yom Kippur, is als het ware slechts als Purim. Yom Kippur is één dag in het jaar. En Purim, als het ware, is het iedere dag van het jaar. Om zo op die manier God te vinden. Zo legt Reb Nachman dus de Purim-geschiedenis uit. En als we er even verder bij stilstaan, de Purim-geschiedenis, u kent hem allemaal. Maar misschien toch iets dieper daar. bepaalde verborgenheden naar boven halen. In het begin wordt daar verteld van koning Agasweros. die daar koning was. Agasweros was niet van koninklijke bloede. Hij had zich van de troon meester gemaakt. Maar. had toch zijn troon enige stevigheid gegeven. door met Washti te trouwen. En Washti was een prinses, stamde af van koning Nebuchadnezzar. Dus dat zat wel goed, letterlijk en figuurlijk, op die troon. Wat doet hij? Op een gegeven moment wordt Washti naar aan het gestuurd. Dat wat hem stevigheid gaf, weg. Als je eenmaal het meester hebt gemaakt van de troon... dan moet je wel uitkijken dat er anderen komen... die jou ervan wegstoten om dat plaatsje in te nemen... En dat zijn dus Bigton en Teres. En die willen de koning vermoorden. Moordengai hoort dat. En via Esther komt het bij de koning. Het wordt uitgezocht. Blijkt zo te zijn. Weg met die twee. Wat had Agaswilhos nu moeten doen? Iemand heeft hem het leven gered. Laat het hele volk weten. Als je mij het leven redt, dan beloon ik je met dit, met dit, met dit, met dit maar geen beloning. Het wordt in de boeken opgeschreven. En dat is Heel vreemd. Had eigenlijk niet gekund. Als dan het plan van Hamon komt. Wat moeten ze doen? En dat hebben we net al verteld. Morgen ga je weg. Via. Waarbij naar Esther toe. En Esther durft het niet aan. Maar uiteindelijk wordt er dus worden, drie dagen wordt er gevast. En dan gaat Esther naar de koning toe. Nou, dan gaat ze naar de koning. Nee, niet zomaar gaat ze naar de koning. Ik weet niet wie van de dames het aandurft om. Ik weet niet wie u de volgende bijeenkomst hebt. Maar dan drie dagen ervoor gaat u dus drie dagen niets eten. Niet eten, niet drinken, niks. En dan komt u binnen. Wat is er met jou? <laughs> ja. Hoe is Esther koningin geworden? Nou, die, uh, die agresseur Roche had elke dag een miswereldverkiezing. Ja. Wat, wat is de mooiste? Hij ja. heeft die Esther gekozen. En Esther komt nadat ze drie dagen heeft gevast niet om aan te zien... Zo komt ze naar de koning. Nou, dat is toch stom om dat toe te doen. Zou ze naar de beauty saloon moeten gaan en zich extra mooi opmaken en dan naar de koning? Ah, ben je er weer? Nee, dat heeft ze niet gedaan. Ja? Nee, het eerste wat ze begrepen hebben, dat die dreiging die er komt. Natuurlijk moeten we die dreiging aanpakken. Maar eerst moeten doen is de link met God versterken of opnieuw aanbrengen. Vasten. Boete doen. En zelfs Esther, ja. Dat zijn de eerste stappen die ze ondernemen. En daarna verder gaan. Mooider ga je, probeer zijn invloed te krijgen. En Esther speelt dan het spel met uitnodigen. En niet alleen, ik vind het fijn als u, koning, jij ja, zal het wel gezegd hebben... Uh, dat je morgen even of vanavond even gezellig bij me komt eten, maar neem Haman dan ook even mee. Ja, Haman was dan oorspronkelijk, ik hoop dat niemand hiermee beledigd, is ook niet geen belediging, maar was kapper. Nou, kapper is gewoon een heel goed beroep. Ja. Maar hij had zich opgewerkt en hij was premier geworden, de machtige man in 127 provincies. En wat komt, wat komt deze haman bij dat feest doen? En wie is die Esther eigenlijk? En de koning vraagt: Wat wil je eigenlijk? Zegt ze: uh, Morgenavond, dan zal ik u het vertellen. En wat gaat ze dan vertellen? Maar hij wil nog steeds niet wie ze is. Dan zal ze wel vertellen wie ze eigenlijk is. En dan kan de koning de slaap niet vatten. Wat, wat speelt hier? Als Hamel eens kapper geweest is. Maar hij heeft nu de verkiezingen gewonnen. Nee, dat is anders. Uh, hij is nu eerste minister geworden. Die man wil nog meer. Die wil koning worden. Ja, en die koningin van mij, ik weet nog steeds niet wie ze is. Die spelen samen onder één hoedje. Hij werd heel angstig. Hij kon de slaap niet vatten. Vraag dan aan zijn. En dan laat hij zich voorlezen. En zo wordt in de Joodse traditie verteld... dat nou precies dat stukje, dat stukje naar voren kwam... waar staat dat moordegar het leven van de koning had gered. Maar dat wouden ze niet voorlezen. Die, want die, luid, die waren allemaal tegen Mordegai. Die waren voor Haman. En dat kwam toch steeds weer terug. En toen moesten ze het wel voorlezen. En toen de koning dat hoorde... en dan wordt er geklopt... en daar komt Haman binnen... En, en hij vraagt aan Haman, wat moet ik doen... Degene die ik wil eren. Ja. En nou, dan hoef je geen psycholoog te zijn om nou te begrijpen wat er aan de hand is. Dat vraagt, dat zegt Haman. Haman denkt bij zichzelf, dan ben ik natuurlijk wie anders. Ja. Geeft u, laat hij zich kleden in de koninklijke mantel. Laat hij de koninklijke kroon mogen opzitten. Laat hij rondgeleid worden op het koninklijk paard. Ja. Kijk, als hij had gevraagd: geef me dan een kasteel, ja, of geef me nog een aantal vrouwen erbij, of wat dan ook. Nee, dat is niet wat Haman vraagt. Ja. Nou, wat hij vraagt is heel duidelijk: hij wil eigenlijk koning worden. Dat is het begin van zijn val. En u weet verder hoe het dan, of, hoe het dan gaat. En Esther vertelt dat ze een Joodse vrouw is, en dat ze dreigt vermoord te worden samen met al die anderen. Dus dat is de Purim-geschiedenis. En die Purim-geschiedenis wordt dus met Purim uh, gelezen. En nog een keer gelezen, s'avonds en overdag. En het Purim-feest wordt verder gevierd met een feestelijke maaltijd. Een feestelijke maaltijd waarbij, heel vreemd misschien, gedronken moet worden. Gedronken moet worden. Zoveel gedronken moet worden dat je niet meer weet het verschil tussen gezegend is Moorlegaar en vervloekt is Hamon. Probeert u eens een keer. Ja. Het is, 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 is zo'n raar voorschrift. Er staat ook heel duidelijk in de Allah aan de Joodse wet: als je dat niet aan kan, het zijn lichamelijk niet. Maar ook als je weet dat je je het niet meer rare dingen gaat doen. Dan mag het helemaal niet. Dan mag het helemaal niet. De rebbe zegt, nee, je moet het anders lezen. Ad de lo yada. Tot je niet weet. Dat je, komt, je komt in een toestand van niet weten. Iemand die dronken is, is in een toestand van niet weten gekomen. Maar het is nog altijd gezegend is Mordegai en vervloekt is Hamon. Dat moet je bereiken. Je van binnen zo zuiver bent, dat ook al je heb je eventjes, je, ja, je weten ben je even kwijt, weet je nog altijd, zo mag het wel en zo mag het niet. Natuurlijk een, een risico, als je, het is met purim gedronken hebt, dan komt Bob om de hoek kijken. <tiedert> Ik hou, daar, ik hou daar ook rekening mee, maar ik kom bijna nooit er aan toe, want ik, heb, ik moet zo vaak keer die, die, die rol van Esther lezen bij verschillende plaatsen. Dat, drinken ze er bijna nooit bij, maar dan zou ik zeker de auto niet gebruiken. Maar ik vind het toch wel aardig om te vertellen. Ik was een, bij een familie de maaltijd. En nou, daar heeft men dus één keer, twee keer, ik weet niet hoeveel keer. En toen was het feest afgelopen en de gasten gingen weg. En meneer, mevrouw stonden in de gang om iedereen uitgeleide te doen. Het zoontje van de familie liep langs de tafel en niet iedereen had zijn glaasje leeg gedronken. Oh. En die heeft toen die glaasjes leeg gedronken. Af. vader en moeder komen in de kamer: dat jongetje is natuurlijk helemaal dronken geworden. Ja, dat is gewoon gevaarlijk voor zo'n jongetje, dat mag niet. Het is gevaarlijk. Meteen in de auto naar het ziekenhuis. Dus vader stapte in de auto met dat jongetje. alcoholcontrole. <racht> die vader had natuurlijk ook gedronken. Wilt hij maar even blazen? Ja, hij uh, heeft geblazen. Zo'n uitslag. Nou meneer, hij zegt dat 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 toestel van dat deugt helemaal niet. Probeer het maar even met mijn zoontje. <racht> Ik, ra ik raad u aan. om als u aanstaande zondag dus veel drinkt. neem dan uw zoontje mee en geef hem ook te drinken. Ik moet eh, eerlijk zeggen: ik heb niet alle psalmen. van de Belgische psalmen. vanavond besproken. Het is zo uitgebreid. En ook omdat ja, de omdat Purim gaat worden. En dat is ja, zo'n bijzonder feest. Nog even, toch even nog een bepaald punt erbij noemen. Ja, Purim is een feest waarin men zich verkleedt. Bij kinderen zie je dat heel sterk. Maar ook heel veel volwassenen die verkleden zich. En waar komt die gewoonte vandaan? Ja, sommige mensen zeggen dus gewoon carnaval. Ja. Nee, dat is geen carnaval. Dit is al veel ouder dan carnaval. Ja. Waar komt dat vandaan? Ik heb het eigenlijk straks al verteld. Anochi hastir astir et panay. Ik zal mijn aangezicht verbergen. Het aangezicht verbergen, een masker voor je doen. Of je, je zo verkleden dat de ander helemaal niet ziet wie het is. Dat is, eigenlijk, dat is de achtergrond van het verkleden. En het is gewoon leuk om te doen. Eh, niet iedereen vindt het leuk. En de, de meeste meisjes gaan dan als een prachtige koningin Esther, En de jongens gaan dan vaak als een cowboy of zoiets. En dat heeft natuurlijk met, met Purim niks te maken. Maar soms vind je inderdaad wel eh, ja, hele leuke vondsten... De, 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 hoe ze dat, hoe dat he, hebben gedaan... Maar in ieder geval dan weet u ook waar die gewoonte vandaan komt. En stel u, dat misschien ook hier in huis wel een materiaal over is. Of u zet de televisie aan en dan kijkt naar een uitzending uit, uit Israël. En daar zie je de, hoe, de, hoe de Purim wordt gevierd. Dan weet u in ieder geval waar die verkleedpartij vandaan komt. Praktisch is het een prachtig praktijk waar de Miguel ook over spreekt. Om op Purim vooral de arme mensen niet te vergeten. Er zijn arme mensen in Nederland, maar u weet ook in Israël... met die, met die verschillende eh, keukens waar voor arme mensen wordt eh, gekookt. Dus het is heel, dat is de, de gewoonte om met Purim extra geld... dus ter beschikking te stellen voor arme mensen. En het is dus ook een gewoonte om met pakjes... Oh, met, maar met twee dingen die eten of drinkbaar zijn... naar elkaar toe te gaan. Als het ware om de vriendschap... We hebben, ze, we hebben nergens tijd meer voor en we zien, we zien onze bekenden niet. Maar op Poerim, dan stap je nou, tegenwoordig in de auto. Vroeger was het op het ezeltje. En dan ga je dus brengen van dit soort geschenken naar elkaar. Dus Purim is ook een, ja, ik zeg maar, een vriendenfeest en een feest van liefdadigheid. En dat hopen wij dus eh, aanstaande de zondag, en als u even naar Jeruzalem wil gaan, ook aanstaande maandag te vieren. Ik heb in tijd gestudeerd aan de Yeshua in Lut, Lidda, maar daar waren jongens uit Jeruzalem die daar ook leerden. En dat was natuurlijk wel een heel goed idee om dan. De de e van de maand al daar in Lela te zijn. En dan stapte je op de bus en dan ging je naar Jeruzalem... Dan had je nog een, keer, nog een dag in. Dat was op zich de moeite waard. Maar van hieruit, om dat zondag te doen... en dan te vliegen naar Jeruzalem, dat zie ik me even niet doen. Mag ik u het woord teruggeven? Israëlnieuws Nieuws via WhatsApp. Meld je nu aan via cvi.nl slash WhatsApp.